We luisterden naar het gedicht Dat kan toch niet van Vere Verreken. En ondertussen zitten bij mij Brahim Bouzarif, moslimtheoloog, en Geert Morlion, deken van Kortrijk. Goedenavond. Goedenamiddag. Goedenamiddag. Blij dat jullie hier zijn. Graag gedaan. Ja. Hoe gaat het voor jullie in jullie moslimgemeenschap om te rouwen? De dood binnen de islam betekent geen einde. Nee. Dan pas begint het echte leven. Het echte leven. Natuurlijk zijn er daar ook rituelen aan verbonden. Onlangs is mijn vader ook gestorven. Ja. En heb ik dan persoonlijk die rituelen mogen doen en ook toegepast op mijn vader. En wat betekent dat voor u als je die rituelen zelf mag doen? Dat betekent eigenlijk veel, namelijk dat ik iets kan terugdoen, wetend dat ik ruimschoots tekort zal schieten. Iets kan terugdoen aan mijn vader. Hij heeft mij de beste opvoeding gegeven, ondanks het feit dat hij ook ongeletterd was, heeft hij alles voor gedaan om mij de beste opvoeding te geven. Ja. Dus ik had het gevoel van, oké, nu kon ik iets terugdoen voor mijn vader. En over welk ritueel hebben we het dan precies? Dat is dan de wassing. De wassing, ja. Daarna het gebed. Dan heb ik ook het gebed mogen leiden in de moskee van Kortrijk. En ook persoonlijk mogen begraven. Ja. Ja. Dat zijn, je wast je vader. Ik was mijn vader. Ik dat raak is... mijn vader zelf aan. Ja, dat is heel krachtig als beeld ook, vind ik. Omdat je papa heeft jou zeker ook wel ooit gewassen als baby, als ja. kind. En, nu... en het gevoel dat de cirkel daarmee helemaal ja. rond is. Helemaal rond, ja. Zoals ik daarnet ook heb gezegd. Ik heb ook het gevoel gehad dat ik niet alles kan teruggeven. Maar dat was het... Ja, een stukje. Een stukje. Een stukje. Een deel kan teruggeven aan mijn vader. Deken Geert, voor onze cultuur, de katholieke kerk. Mm-hmm. Wat is het voor jou om te rouwen? Rouwen is arbeid. Arbeid? Is werk. En als ik daar stil bij sta, en waarom doe je dat? Dat komt vanzelf naar boven, dat je rouwt. Maar eigenlijk is de bedoeling dat je op een nieuwe manier met die bepaalde persoon verder kunt, dat de relatie nieuw wordt en dat alles een plaats krijgt. Ik kan me ook heel erg aansluiten bij wat Brahim vertelde. Iets terugdoen aan mensen die je heel na waren. Mijn moeder is gestorven vorige zomer. Ook, ja. Ja, en ze woonde bij mij en hebben ze ook thuis kunnen opbaren en alles had ik kleden en ja, ervoor zorgen ook. Ja, hoe belangrijk is dat om dat te kunnen doen, dat heel fysieke? Dat is zo belangrijk. Ik heb het gevoel dat wij in de tijd waarin wij nu zitten, zoals ik het zie, ligt er toch ergens een taboe rond die rituelen, rond het kleden van je overleden moeder, mm-hmm. het wassen van je eigen mm-hmm. overleden vader. Dat lijkt mij iets wat wij niet doen, niet durven. Wat is er gebeurd met ons? Ik weet het niet, maar als ik nu denk aan de corona... Ja. crisis waar we nog altijd in zitten. Ja, afschuwelijk. Ik heb hè? Echt een aantal mensen begraven die bijna stiekem gestorven zijn. Stiekem. Helemaal alleen. Ja. En ik werp geen steen aan niemand hoor, in tegendeel. Maar ik had het doen met die families die met een heel klein groepje mochten komen om wat te doen. Om te kijken hoe ze de kist binnen en dan weer buiten. En je mist zoveel. Ja. Ja. Want het elkaar niet kunnen aanraken vandaag... Het elkaar niet kunnen aanraken. Daarnet heb ik ook gezegd van ja, het was een mooie afscheid met mijn vader, maar er is toch één ding dat ik echt mis, namelijk dat ik mijn vader niet kon aanraken. Een knuffel. Voor zijn dood. Voor zijn dood. De laatste 6 maanden, dus met, met de regels. 1,5 meter afstand, dus was het niet mogelijk. En dat is wel een gemis. Dat is iets dat ik nog tot vandaag ook mis. Heb je het gevoel dat je daar spijt van hebt, dat je het niet gedaan hebt? Of? Nee. Spijt is een groot woord, maar het is een gemis. Want we moeten ook wel rekening houden met die coronamaatregelen. Dat is ook belangrijk. Maar het is wel een gemis. Ja. Ja. En ja, het is ook moeilijk. Hè. De periode waar we nu leven, ik herinner me nog... onlangs, ja, want na het ritueel gebed komen we dan samen. Ja. En dan heb ik gevraagd aan de mensen, het was heel zwaar, maar ik was verplicht om te zeggen aan de mensen om niet te komen, hè,
Want we komen samen, steunbetuiging. Ik heb gevraagd van, ja, doet dat, wij hebben liever dat je het telefonisch deed, telefonisch doet. En het is zwaar om het ook te zeggen aan de mensen. Dat je niet mag komen. Dat je niet mag komen. Dat je er niet mag bij zijn. Dat je er niet mag bij zijn. Ja. Terwijl het eigenlijk tot ons, ja, dat zijn de basisrituelen ook, ja. Hè, dat hoort erbij. Ons verdriet delen, mm-hmm. Deken Geert. Mm-hmm. Is zo belangrijk. Ja. Ik kom uit de kerk, het is vooravond van alle zielen. Ik was de hele tijd in de kerk. Mensen komen het kruisje ophalen en moeten opnieuw vertellen. Ja. En wenen. En dan opgelucht zijn. En dat is zo nodig. We zijn zoals mens. Ja. Persoonlijk probeer ik mensen dan te helpen om niet te blijven hangen in de emotie. Omdat dat denk ik niet zo vruchtbaar is. Je moet er iets mee doen. Je mag er niet van weglopen. We mogen emoties hebben. Absoluut. Ja. Maar daaronder zit er nog een dimensie, het spirituele. De dimensie van het hart. En als je daarin komt, daar kan heling groeien. In het hart. Absoluut. En vanuit het hart, dat straalt dan door naar alle lagen van je leven. Ook als je niet religieus bent, zoals ik. Ik denk dat wel. Ja. We zijn zo gemaakt. We hebben allemaal een hart. Dat is wat we nodig hebben. Absoluut. We dragen die persoon dan diep in ons. Ja. Is het ook voor jou zo, je papa? Mijn papa, ja. Ik denk, ja, afscheid nemen bestaat niet, zoals Marco zegt in zijn liedje. Bestaat niet. Bestaat niet. Ja, je neemt nooit echt afscheid. Hij neemt nooit echt afscheid. Tot vandaag de dag kan ik het nog moeilijk plaatsen dat hij er niet is. Hij leeft nog. Hij leeft nog, maar weliswaar op een andere manier. Zo voel je het. Ja, niet meer fysisch, maar op een heel andere manier. Geestelijk. Ja. En het spirituele is ook heel belangrijk voor een moslim om dit te kunnen verwerken. Ja, spiritualiteit is vandaag, denk ik, voor iedereen wel van een heel groot belang. En dat was ook een van de eerste naar waar ik vastkwam toen ik het nieuws heb gehoord van mijn vader. Het eerste wat ik deed is direct het gebed uitvoeren. Echt waar, ja. Was het gebed uitvoeren. En daar haalde mijn kracht. Om op die manier dan diep in jezelf te kunnen komen? Ja, en ook om sterk te staan. Om het te kunnen verwerken. Dat was mijn manier van verwerken. Dat geeft u kracht. Dat geeft mij kracht, ja. Dank u wel voor dit heel verhelderende gesprek. En nu luisteren we naar de prachtige Toeristle MC die het nummer We Begrijpen Elkaar voor ons hier live komt spelen. Aan u de microfoon. Dank u wel.